ik ga het woord toch noemen, territoriumdrift. Tussen verschillende organisaties en tussen verschillende sociaal professionals. Ik hoor heel vaak sociaal professionals zeggen, daar zijn wij toch van? En dat vind ik echt de meest slechte uitdrukking die je kunt gebruiken. Nederland is een zielsgelukkig land. Toch zijn de problemen in de ene wijk veel groter dan in de andere wijk. Olaf Stomp en Lou Repetuur van Movisie praten in deze podcast met inwoners, sociale professionals en experts over de vraagstukken die zij tegenkomen en antwoorden die zij bedenken. Rode draad in onze gesprekken is de sociale basis. Een term die terug is van weg geweest. Ook wel te omschrijven als het weefsel of cement van de samenleving. Aan tafel hebben we Thijs van Mierlo, directeur van het LSA, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners. Welkom. Dankjewel. En Radboud Engbersen, expert sociaal domein van Movisie. Vandaag gaan we het met jullie hebben over wanneer is een wijk eigenlijk sterk. En ik wilde beginnen met een voorbeeld. De afgelopen week sprak ik een wethouder die een huis, een voorziening wilde voor mensen uit de GGZ in een wijk. Nou, de wijk in Rijp en Roer, die wilde dat niet. Vervolgens dacht die wethouder, dan gaan we overstappen naar de voorziening in een andere wijk te plaatsen. En die wijk wilde een rechtszaak beginnen. Nou, zijn conclusie was, onze wijk, onze civil society, is nog helemaal niet inclusief. We moeten gaan werken aan community building, want we moeten zorgen dat die wijk gasvrij is voor veel verschillende mensen. Wat vind jij daarvan, Thijs? Ja, bijzonder, maar ook wel herkenbaar. Ik hoor het uit een heel aantal gemeentes meer terug ook. Dit heeft weinig met de civil society te maken, maar meer met een beleidsbeslissing of een beslissing van een bestuurder, van een wethouder, die heel graag een maatschappelijk probleem wil oplossen en vervolgens de civil society nodig heeft om dat probleem ook te kunnen laten landen. En daarin slaat hij een aantal stappen over. Onder andere vragen, waar liggen de behoeftes van de buurt? Waar ligt de draagkracht van een buurt? En vervolgens ook vragen, wat zouden jullie samen met ons kunnen doen om zo'n voorziening ook tot een succes te maken? En ja, dan is het ook wel logisch dat zo'n buurt, dat daar weerstand komt in zo'n buurt. En is dat incidenteel? Zie je dat nog heel veel? Ja, eigenlijk zie je dat nog heel veel. En zeker met de wat lastigere problemen zoals GGZ-problematiek, vluchtelingen, armoede. Dat lijken vraagstukken waar actieve bewoners, de civil society, vrijwilligers niks aan kunnen doen. En dat is primair een beslissing van een overheid, geholpen door professionele organisaties. En in de marge mogen misschien actieve bewoners daar iets aan doen. Terwijl er ook wel mooie voorbeelden zijn als je dat helemaal omdraait. Oké, kun je die voorbeelden noemen? Dus... En wat wordt omgedraaid? Nou, beginnen bij waar liggen behoeftes en wat kan een buurt, wat kan een gemeenschap zelf doen aan dit vraagstuk? Nadenken over waar zo'n faciliteit geplaatst wordt. Maar bijvoorbeeld zo'n ingewikkeld onderwerp als geestelijke gezondheid. In Rotterdam, in Delfshaven. Volgens mij woon je daar vlakbij, Radboud. Vlakbij? Ik woon zelfs in Delfshaven. Je woont er zelfs, ja. Kunnen jullie allebei iets over zeggen dan? Ja, dus dat is leuk. Want in de wijk Bospolder-Tussendijken weet ik dat daar een psychiater aangestuurd wordt door de Delfshaven coöperatie. Die vanuit de straat werkt. Ze werken daar heel intensief mee samen. En ze respecteren de professionaliteit van zo'n psychiater, maar dat is niet iemand die ver weg in een kantoor zit waar mensen naartoe moeten. Ja. Die is betrokken in het hele wijkweefsel. Ja, maar ik zou toch nog even de vraag van Lou een stapje terug willen doen. Hè? Die vraag van wat maakt nou een wijk sterk? Dus als je zegt een wijk sterk, en beleidsmakers hebben volgens mij de neiging om dat te vinden. Een sterke wijk is een wijk die in staat is om bepaalde sociale problemen te tackelen. Dat is bijna zeg maar de fantasie van wethouders. Een wijk die dan maar even de statushouders incorporeert. Of mensen met een verstandelijke beperking. Maar volgens mij zeg maar, wat is nou een sterke wijk? Een sterke wijk is denk ik, Thijs, een wijk waar mensen zich thuis voelen en gezien voelen. Dat is volgens mij heel erg essentieel. Dus dat je je op je plek voelt. En ik zeg dat omdat we praten natuurlijk vaak over kwetsbare wijken. En die kwetsbare wijken willen bestuurders altijd verbeteren. En dat is wel iets heel essentieels. Want als ik nog één even mag uitweiden. Wij hebben ooit bij Movisie het concept winnende wijken bedacht. En dat wilden we eigenlijk mee zeggen. We willen graag in een wijk wonen die zich verbetert. Die aan de winnende hand is. En daar kom ik een beetje van terug. Want je ziet dus heel veel wijken die ze willen verbeteren. Aardgasvrij maken of herstructureren. En je ziet eigenlijk dan dat er allemaal andere bewoners bijkomen. Waardoor zeg maar de bewoners die er al veel langer wonen eigenlijk zich bedreigd voelen. Zich daar minder thuis voelen. Dus volgens mij is het essentieel dat beleidsmakers in de gaten hebben dat je wijken moet maken of moet vasthouden
bewoners zich thuis voelen. Want dat is een enorme kracht. Maar zijn we het dus eens over wat een sterke wijk is? Zijn bestuurders en bewoners het daarover eens? Daar zijn ze het niet over eens. Je zou kunnen zeggen wel tot op zekere hoogte, denk ik, wel enige consensus. Als ik nog één ding mag zeggen, volgens mij is een sterke wijk ook een wijk met een zekere stoffering, zou ik zeggen, van met goede voorzieningen. Met goede publieke ruimte. Dat zijn ook dat is eigenlijk water en drinken voor buurtbewoners. Waarbij ik nog één ding wil zeggen van. Als je dat nog één keer zegt, mag je niks meer zeggen. Oké, wat een wijk is natuurlijk, je zei het al Thijs, voor heel verschillende bewoners anders. Voor mij had de wijk helemaal geen betekenis toen ik 30 was. Maar toen ik kinderen kreeg, was het essentieel geworden. En ik zie als je ouder wordt en je wereld krimpt in, is het ook essentieel. Dus die wijk, vooral voor de jonge mensen en de oudere mensen, die vraagt een soort stoffering. Maar Radboud, ze zijn het dus niet eens, beleidmakers en inwoners, over de definitie van een sterke wijk. En wie moet nou eigenlijk volgend zijn hierin? Wie mag gaan bepalen wanneer een wijk sterk is? Nou ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Maar je hebt natuurlijk. Nou, oké. En Thijs, hoe moeilijk is die vraag voor jou? Dat is niet zo heel moeilijk. Je bepaalt het samen, maar de uitgangspunt zijn de mensen die daar op dat moment wonen. De huidige bewoners. En waarom is het voor jou zo'n moeilijke vraag? Ja, omdat de vraag wat is een sterke wijk, ik denk dat dat voor verschillende groepen wijkbewoners, dat die dat net anders invullen. Ja. Maar wat ik net aangaf, van ik denk wel zeg maar dat een aantal basiselementen, dus zeg maar het feit dat daar. Kijk, als we praten over de sociale basis, dan zijn dat natuurlijk de wijkbewoners. Dat is een essentiële actor in dat verhaal. Maar het is ook de woningcorporatie die daar zit. Het is ook de wijkagent die daar rondloopt. Het zijn ook de kerken. Het is ook de voedselbank. Het zijn ook de voorzieningen. Dat is de sociale basis. Het is meer eigenlijk dan die bewoners. De bewoners zijn er misschien hoofdrolspeler. En dat is natuurlijk ook het gesprek maar van maar die voorzieningen van, zijn er toch voor bewoners? Reageer daar dus op. Want... Nou, ik ben het er ook met je eens. En ik denk dat dat is waarom beleidsmakers en bewoners het niet zo vaak met elkaar eens zijn de laatste tijd. Dat inzicht, dat hebben we verwaarloosd. Dat we een structuur nodig hebben van vrijwilligersorganisaties. Dat we belangrijke voorzieningen, die jij de stoffering noemt, dat we die nodig hebben. Fatsoenlijke plekken om elkaar te ontmoeten. Een openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeting of tot recreatie of tot bewegen. En dat heeft ook met bezuinigingen te maken. Dat we die hele basisinfrastructuur zijn vergeten. En dat we ook, en dat is denk ik wel heel belangrijk, wat we de afgelopen jaren in Nederland hebben gedaan. Alle functies bij professionele organisaties die te maken hebben met contact. Van de huismeester bij de woningbouwcorporatie tot aan de wijkagent die vooral snelheidscontroles en tijdens de horeca moest patrouilleren, die daar weg is gehaald. Opbouwwerkers, sociaal werkers. Op heel veel plekken zijn de mensen die het contact hebben met de bewoners, met die sociale basis, die hebben we wegbezuinigd. En ik denk dat een van de redenen is waarom dat we ook zien dat het een heel stuk slechter gaat in een heel aantal wijken. En is dat ook een onderdeel van de reden waarom er ook nu opeens zoveel weer in je aandacht komt voor die sociale basis? En het versterken van die ontmoetingsplekken. Want verschillende mensen hebben wel de noodklok geluid. Mensen uit de praktijk, ook langzaamaan onderzoekers, langzaamaan ook wat beleidsmakers die zeggen, ja, dit gaat niet goed, dit kan niet meer, dit heeft nieuwe aandacht ook nodig. En ik denk dat dat de reden is dat we nu ook anders gaan kijken. De woningwet bijvoorbeeld anders uitleggen wat woningbouwcoöperaties mogen doen aan de leefbaarheid. Anders kijken naar het belang van wijkagenten. Dat belang wisten we wel, alleen in de afweging van prioriteiten werd dat weggeorganiseerd. En ook het belang van sociaal werkorganisaties. Ja. Nou ja, ik ben het met je eens, want Lou begon eigenlijk bij de introductie van die sociale basis is nooit af. Dus aan die sociale basis moet je altijd blijven werken. Net zoals aan je relatie moet blijven werken, moet je aan de sociale basis blijven werken. En je ziet eigenlijk altijd een soort cycli van verwaarlozing en herstel. En nu zeg maar, hebben we heel lang gedacht, of de beleidsmakers wilden dat heel graag, van dat bewoners en burgers eigenlijk het wel zouden oppakken. En wij zien, en dat wordt trouwens ook gedragen dus door sociologisch onderzoek, dat in kwetsbare wijken overvraag je bewoners als je zegt, en ga ook nog maar eens de ontmoetingsfunctie, en ga ook nog eens maar al die contacten met elkaar organiseren. Dus daar heb je inderdaad een infrastructuur voor nodig. En ik vind zelf, en ik ben niet de enige die analyse maakt, dat het hele sociaal werk sterk is geïndividualiseerd. Het is sterk gericht op hulpverlening. En eigenlijk wat Thijs aangeeft, al die opbouwwerkachtige functies, of de opbouwwerker, of die samenlevingsopbouwfunctie, die is gewoon verwaarloosd. En in middenklassewijken, waar iedereen enorm veel geld in zijn zakken heeft, dan lukt het wel. Hoewel, ook niet altijd. Maar in kwetsbare wijken heb je die hulptroepen nodig. En is de sociaal werker in zo'n kwetsbare wijk dan leidend? Of is dat toch de bewoner
Hoe zit de verhouding tussen beiden? Ik zou zeggen van... we hebben bij Movisie ooit een tekst geschreven. En met het motto van Maria Montessori, help mij het zelf te doen. He, dus een onderwijzer die kijkt goed, die laat kinderen het zelf doen. En af en toe, op het juiste moment grijpt hij in. Dus waar je het bij bewoners kan laten, moet je het bij bewoners laten. Moet je het niet overnemen, moet je het niet afpakken, moet je het niet herformuleren. Moet je er heel erg goed bij aansluiten. Dus zij zijn leidend. Maar in situaties waarin bewoners gewoon zo ontzettend bezig zijn met hun ingewikkelde levens, is een kracht van buitenaf nodig om die push te geven en om die aanzet te geven, om het vuurtje aan te stoken en brandend te houden. Hoe zie jij dat, Thijs? Ik ben het grotendeel eens. Ik zou wat andere beeldspraak gebruiken dan Maria Montessori. wij geloven heel sterk in de asset-based community development benadering. ABCD die bestaat al 20, 25, 30 jaar. Wordt wereldwijd ook toegepast. En die gaat altijd uit van, in eerste instantie, welke assets zijn er in een wijk? Welke middelen zijn er in een wijk aanwezig? Talenten van mensen, gebouwen, andere hulpbronnen die die wijk vooruit helpen. En in eerste instantie is dat je startpunt om daarmee mee aan de slag te gaan. Ook als sociaal werker. En ga je vooral niet doen wat andere mensen zelf kunnen. En sluit je aan bij behoeftes die vervolgens nog ontstaan van buiten. Maar dat is pas echt twee stappen later wat mij betreft. En hoe zit dat in wijken waar bewoners tegenover elkaar staan? Dus waar, ja, kijk, dat is natuurlijk een hele zoals in Rotterdam het geval is geweest. Je moet natuurlijk ook je realiseren dat... Dat social workers zijn natuurlijk ook geen tovenaars. Hè? Dus waar verhoudingen inderdaad echt zijn vergiftigd, tegelijkertijd is het heel moeilijk. Tegelijkertijd, ik ken voorbeelden van social workers die, omdat ze een soort buitenstaanderspositie hebben, wel in staat zijn om bruggen te slaan. Noem maar eens één. In wijken als Bospolder, Tussen Dijken, ook in wijken als Spangen, ook in wijken in Rotterdam-Zuid. Zie je initiatieven, contactleggingsinitiatieven van social workers die het lukt om dat gesprek tussen verschillende groepen te starten. En wat zijn dan de elementen van het succes daarin? Je noemt het contact. Is dat, dat is misschien een cliché. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk altijd, je moet de juiste activiteiten weten te organiseren. Dat kan zeg maar, je kunt het tegenwoordig zo gek niet verzinnen, maar het is een hele weerwar van initiatieven. Ook groen, zie ik, kan verschillende groepen verbinden. Dus het zijn vaak aantrekkelijke projecten, sportprojecten. Je vindt elkaar in de activiteit. Je vindt elkaar in het doen. In het doen, in activiteiten. En je moet er ook niet verwonderen van verwachten. Maar daar zie je inderdaad wel van dat het blijkbaar mogelijk is om bruggen te slaan tussen verschillende groepen die daarvoor eigenlijk langs elkaar heen liepen. Hey, en Raoud, even terug naar dat beginvoorbeeld, hè, waarin Thijs duidelijk zegt, nou, die bestuurder moet iets meer aan die zeggenschap van de inwoner doen. Maar even vanuit de professional bekeken, zo'n issue, hè, dat zo'n wijk dus, en meerdere wijken in een stad, dus die respijtzorg voor de GGZ-doelgroep gewoon niet willen. Die moeten toch komen. De mensen wonen er ook. Wat kan de sociaal professional daarin betekenen? Als een buurt of een wijk in de weerstand staat. Ik zie het trouwens ook in plattelandsregio's, hè, met statushouders. Ja, sommige dorpen zijn heel ontvangend, andere in veel mindere mate. Mm-hmm. Dus je kunt niet zeg maar een wonder verwachten dat dat van de ene op de andere dag is opgelost. Nee, maar wat kunnen ze wel? Een wonder hoeft niet. Ja, wat kunnen ze wel? Ja, ze kunnen proberen om dat gesprek op gang te brengen. Had dat dan eerder gemoeten? Hè? Want nu is het de eindconclusie is, die wijk wil het niet. Hadden die sociale professionals en sociaal werkers eerder? Thuis moeten we op dit dossier aanvullen. Maar wat je wel ziet is de volgende strategie. Accepteer die voorziening. Ja? Maar omdat je die voorziening accepteert, krijg je ook iets terug. Ja? Dus ik ken wel het voorbeeld bijvoorbeeld in Rotterdam, zeg maar, van die hele verslaafde zorg. Die was sterk geconcentreerd in een aantal wijken. Dus een aantal wijken kregen die ingewikkelde types. En die buurten zaten daar in eerste instantie niet op te wachten. Maar als je zegt van, maar je krijgt iets terug. Je krijgt betere publieke ruimte terug. Of je krijgt dat buurthuis of dat wijkgebouw. Daar gaan we in investeren. Dat helpt. En dan zie je vaak het mechanisme dat dan zo'n voorziening of de mensen daar beter worden geaccepteerd. En dat met kerstmis iedereen er langs gaat dus met een cadeautje. Meer onderhandelen door inwoners. Ik geloof er niet zo in die transacties, Radboud. Okay. Dat staat ook een beetje haaks op wat je eerder zei, dat mensen primair heel fijn willen wonen ergens. Zich veilig voelen, zich geborgen voelen. Dat komt voor niet hoeven vechten voor je eigen rust. Dus dat koop je niet af met betere openbare ruimte of een buurthuis. Volgens mij... Hoe dan wel? Volgens mij wat een wethouder zou moeten doen, en dat kan niet aan een sociaal werker vragen,
Kunnen we nog eens even een stap terug en alle belangen op tafel leggen. Ook van degenen die er wat minder goed kunnen verwoorden. Helpt daarbij. Dat is denk ik de rol ook voor een sociaal werker of voor een andere intermediair. Dat ook een bewonersgroep zou kunnen zijn. Laten we even teruggaan en alle belangen op tafel leggen. En het vraagstuk is heel goed bekijken. Waar zitten zorgen? Die koop je niet af door daar iets anders voor terug te geven. Hè? Het kind dat verdrietig is een cadeautje geven. Dat helpt lang niet altijd. Want dan doe je niks aan dat verdriet. Doe daar iets mee. Ja. En voer dat goede gesprek. En kijk wanneer is zo'n voorziening acceptabel voor iedereen. Ja, nou oké, ik vind dat je me terecht wijst op dat punt. Maar het woord afkopen vind ik ook een beetje ongelukkig als je dat gebruikt. Want vaak is het zo dat mensen het gevoel hebben van... het is al ingewikkeld in mijn wijk en dan wordt er een ingewikkelde voorziening nog ingewikkelder. Dus als ze het gevoel hebben van die gemeente heeft er ook oog voor mijn wijk en is bereid te investeren... zijn ze volgens mij geneigd om die groepen wat makkelijker te accepteren. Deel mee met je interventie. Ik wil er wel op wijzen, bij de SEF hadden wij het volgende fenomeen. De introductie van de skievenhuizen in Nederland. Dus dat waren eigenlijk mensen die voor grote overlast verzorgden in wijken. En die niet in staat wijken en wijken te functioneren. En dus in die skievenhuizen, huizen voor gekke mensen... op 7 of 8 plaatsen zeg maar geïntroduceerd. Vaak een soort woonachtige containers. En in elke gemeente en elke wijk, ik heb het vaak meegemaakt, was het een enorm gevecht. Niemand wilde ze hebben. En daar zag je toch wel van door, behalve het gesprek aan te gaan, dat het werd geaccepteerd. Tegelijkertijd moet je ook soms zeggen dat bewoners soms onredelijk en heel erg conservatief kunnen zijn. Dus we moeten ook bewoners niet op de troon zetten en zeggen van jullie zijn de grote helden. Het zijn net mensen. Ja. Het zijn net mensen, dat wil ik ook maar zeggen. Want hoe homogeen zijn, je hebt het, Thijs, je zei net, zorg dat alle belangen op tafel komen te liggen. Maar ik kan me ook voorstellen dat de belangen van bewoners niet altijd even homogeen zijn. Dus dat daar ook licht tussen zit. Ja, nee, dat is absoluut maar dat is een open deur. Kom maar. Ja, maar hoe ga je daarmee om? Maar daarom zeg ik juist ook alle belangen aan tafel. Dus zowel de mensen die zeggen van... we kunnen een mooie deal maken, want dan krijgen we een buurthuis. De bewonersorganisatie bijvoorbeeld. Maar ook de mensen die in die straat wonen... en die bang zijn voor wat er gaat gebeuren. Of die zich niet meer prettig voelen in hun eigen wijk. Dus dat betekent ook alle belangen. Dus ook alle belangen van verschillende mensen in zo'n wijk. Ja, belangen op tafel. En dan? Laat het goede gesprek en kijken wanneer is dit acceptabel voor ons. Dus niet van bovenaf een interventie en zo ziet deze interventie eruit. Zo ziet deze voorziening eruit, deze woonvoorziening, zoveel mensen. Van zo laat tot zo laat zijn de deuren open. En volgens mij kun je daar heel goed met elkaar over in gesprek. Maar mag ik dan even een beetje de elementen die jullie tot nu toe genoemd hebben over waar moet een sterke wijk aan voldoen? Mensen moeten zich er thuis voelen. Ja, je moet het gevoel hebben dat je eigenlijk zeg maar... het niet meer in past. Of dat is heel belangrijk, hè? Van dat je op een gegeven moment bedreigd voelt. Hè? Er zijn verschillende voorbeelden te geven van mensen die ze eigenlijk bedreigd voelen. En denken van ik mag hier eigenlijk niet meer zijn. Dat is een heel slecht gevoel. Mensen moeten zich thuis voelen. Tweede element die ik jullie hoorde zeggen. Mensen hebben wel zeggenschap nodig over wat er met hun wijk gaat gebeuren. Hè? En niet dus een besluit over zich heen krijgen. We moeten daar wat zeggenschap over krijgen. Er moeten voldoende en goede voorzieningen zijn in een wijk. En er moet ruimte voor dialoog en ontmoeting zijn. Mis ik er een? Mis ik een element die jullie genoemd hebben? Nou, ik zei net van je moet ook oppassen soms om die bewoner eigenlijk soms te idealiseren. Ik zeg niet dat Thijs dat doet hoor. Maar ook die sociale. Ze kan ook kritisch naar die sociale professional kijken, vind ik soms. Want in het verleden vind ik wel eens van. We hebben het net over het wijkweefsel. Dat sociale professionals vaak onvoldoende zicht hebben op wat er allemaal zich afspeelt in zo'n wijk. Dus. Een van mijn stokpaardjes is bijvoorbeeld omdat we in een superdiverse samenleving leven. Kijk, in Amsterdam wonen 200 nationaliteiten. Dat ze vaak onvoldoende in de gaten hebben de rol van kerken. De kringloopwinkels. Dus een sociale professional. Ze moeten een betere radar ontwikkelen. Een goede radar, een zicht hebben op dat hele de krachtbronnen. In zo'n wijk. Dus dat vind ik wel essentieel. Want als hij dat niet ziet, dan mist hij allerlei kansen, zeg maar, om mensen te koppelen aan die krachtbronnen. Duidelijk. Ja. Duidelijk. De laatste, dus de sociale professionals, die moet ook echt weten wat er in de wijk speelt. Is er nog iets wat jij wilt toevoegen, Thijs? Nou, daarop aanvullen, want dat zie ik inderdaad ook in de rol van sociaal professionals. Al dan niet ingegeven door leidinggevenden of door overheden die de opdracht daartoe geven. Dus te veel met een eigen agenda en een eigen activiteitenplan op zak gaan. En ook wel, ik ga het woord toch noemen, territoriumdrift.
tussen verschillende organisaties en tussen verschillende sociaal professionals. Ik hoor heel vaak sociaal professionals zeggen, daar zijn wij toch van? En dat vind ik echt de meest slechte uitdrukking die je kunt gebruiken. Want je wordt hooguit door mensen uitgenodigd om mee bij te dragen en er iets voor te doen, maar jij bent daar niet van. De mensen zijn in eerste instantie daar zelf van. Hebben hun voor de oplossing van hun eigen probleem of de aanpak van hun eigen wijk. En je kunt nooit het alleenrecht claimen, omdat dat in je beleidsplan staat dat jij bepaalde issues aan zou moeten pakken. Heren, dank jullie wel. Het was een super gesprek. Ik weet dat het kort is en jullie hebben er veel meer over te vertellen. En mensen kunnen jullie opzoeken op de website van de verschillende organisaties om meer van jullie te horen. Dank jullie wel. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast van Movisie. Wil je meer horen? Ga dan naar iTunes, SoundCloud of Spotify. Als je meer wil weten over dit onderwerp, kijk dan op movisie.nl/versterk-sociale-basis. Heb je suggesties of een vraag? Stuur dan een bericht via social media van Movisie met hashtag Sociale Basis.